We beginnen onze tocht op het Kalverbos. Daar staat een portretbuste van Meinhard Tiedeman, een bekende Tielenaar in die tijd. En zoveel portretten van Tielenaren hebben we eigenlijk niet. Laten we daar maar eens wat in detail naar gaan kijken. Meinhard Tiedeman was in 1854 in Tiel geboren. Zijn vader, Meinhard senior, was getrouwd met Henriette Reuglin. Inderdaad, de bekende familie die woonde op het Ambtmanshuis. Meinhard junior gaat rechten studeren in Utrecht en hij promoveert er. En daarna, ja, dan was het tijd voor een carrière die hij ging maken in Breda. Hij wordt er advocaat en procureur en komt uiteindelijk een treetje hoger terecht bij het kantongerecht. En uiteindelijk wordt hij rechter in Breda. Tja, zult u zeggen, dan is hij uit Tiel verdwenen. Wat had hij dan nog met onze Waalstad te maken? Nou, in 1898, toen viel er een zetel vrij in de Tweede Kamer. En je had toen nog niet de evenredige vertegenwoordiging zoals nu, maar een districtenstelsel. En in het district Tiel, daar was die plek vakant en Tiedeman deed mee. Hij moest het opnemen tegen baron Mackay uit Ophemert. En Tiedeman was zo slim om een hele goede slogan te bedenken. Hij adverteerde met: kiest een echte Tielse jongen. En dat hielp, want in 1891 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Hij gaf daar uiteindelijk leiding aan de fractie van de Liberalen. Hij heeft ook gestemd voor een motie die erop gericht was om een leerplichtwet aan te nemen. En zijn streek is hij eigenlijk nooit vergeten, want in 1903 heeft hij mede geholpen dat Tiel een tram kreeg. De bekende Tiel-Buren-Culemborg-tram. Nou hielden dergelijke mannen van stand, die hielden graag van jagen. En Tiedeman die deed dat ook. En in 1916 is dat tijdens een jachtpartij hem fataal geworden. Hij overleed ten gevolge van een jachtongeluk. In 1917 zeiden een aantal bewonderaars: ja, vind het eigenlijk wel jammer dat er helemaal geen herinnering meer is aan onze Tiedeman. Laten we een portretbuste van hem laten maken. En toen zijn ze gegaan naar een beeldhouster, Gra Reup, die haar sporen verdiend had. Onder andere heeft zij ook portretten gemaakt van koningin Emma en prins Hendrik. En zij heeft nog veel meer andere mooie beeldhouwwerken gemaakt. En zij kreeg de opdracht om een portretbuste te maken van onze Tielse Meinhard Tiedeman. In 1918 was het klaar en werd het feestelijk onthuld. En zo houdt deze portretbuste de herinnering levendig aan onze Tielse Meinhard Tiedeman, die 25 jaar lang het district Tiel heeft vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. De portretbuste heeft ook de oorlog overleefd. Maar als je goed kijkt, dan zie je wel wat oorlogsgaten zitten, wat oorlogslittekens. En één gat zit ook in zijn rechterborst. Tot vreugde van de wespen die er een nest in gemaakt hebben. Als u het beeld van Meinhard Tiedeman hebt bekeken, doe dan nog een paar stappen opzij. Dan ziet u daar een majestueuze boom staan, een grote beuk met erom een wit hek. En het jaartal 1937, 7 januari 1937 om precies te zijn. De trouwdag, de huwelijksdag van prins Bernhard en koningin Juliana. Het is een boom geplant ter ere van hun huwelijk door de stad Tiel. Zoals er wel meer bomen in Tiel staan die geplant staan ter ere van telgen uit ons Oranjehuis. We zijn inmiddels op het Hoogeinde aangekomen en daar staat het postkantoor. Niet het alleroudste postkantoor van Tiel. Het oude postkantoor dat stond aan de Agnietstraat, maar werd in de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig verwoest. En men zocht naar een nieuwe plek voor een nieuw postkantoor. Dat vond men hier aan het Hoogeinde, waar eens het politiebureau was, maar ook dat was in de oorlog totaal vernietigd. Dus men had hier een uitstekend bouwterrein om een nieuw gebouw met enige standing neer te kunnen zetten. De architect heeft gebouwd in de bouwtrant van de zogenaamde Delftse school. Een stroming in de architectuur die sterk de nadruk legde op traditioneel bouwen. Dat wil zeggen in baksteen, altijd een kap op het gebouw gedekt met pannen. En ook heel duidelijk aangeven waar de verschillende functies van het gebouw te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld de ingang. En die wordt dan ook heel mooi ontworpen, zodat je kunt zien waar je naar binnen moet. In 1953 was het postkantoor gereed en werd het feestelijk geopend. Ik sta hier bij de brievenbus en die is heel mooi versierd. Dat kon nog in die tijd. Men vond enige versiering wel passen bij zo'n gebouw van standing. En zo'n brievenbus, ja, een functioneel iets, dat moest enige nadruk krijgen. En dat deed men in de vorm van twee postduiven die hun vleugels uitslaan boven de gleuf van deze brievenbus. Die postduiven immers, die in de oudheid al de bezorgers waren van de eerste boodschappen, zullen we maar zeggen.
Aan de zijkant van het postkantoor vinden we deze plaquette ter nagedachtenis aan N.A. Oostinga, die op kerstavond 1944 werd gefusilleerd. Wat was er precies aan de hand? Najaar 1944 zijn de geallieerden gevorderd tot in het land van Maas en Waal. Maar de Duitsers bezetten nog steeds Tiel. Dus dat wordt schieten over en weer en de oude Waalstad krijgt het zwaar te verduren. Nu zijn er ook geallieerden, bijvoorbeeld piloten, die stranden in bezet gebied. En die moeten dan via het zogenaamde crossen, het overroeien van de Waal, geholpen worden terug naar het bevrijd gebied. Dus naar Maas en Waal toe. Op 21 december 1944 krijgen de Duitsers een tip. Bij Van der Elzen in Tiel zit zo'n geallieerde piloot ondergedoken, wachtend op het moment dat hij naar de overkant geholpen kan worden. Ze aarzelen geen ogenblik en doen een inval. Maar Van der Elzen is niet aanwezig. Wel zijn vrouw, die zwanger is. Ze wordt gevangen genomen, meegenomen naar het politiebureau. En men is bang vanuit het verzet dat zij door zal slaan. Mede omdat ze in verwachting is en dan niet bestand zal zijn tegen de pittige verhoren die de Duitsers toepassen. En dan komt er een spannend moment, eigenlijk een mooi verhaal. Het verzet besluit tot een overval op het politiebureau, wetende dat de agenten daar ongewapend zijn. En op die manier willen ze dan mevrouw Van der Elzen bevrijden. Dat is gelukt, ze wordt bevrijd. Uiteraard zijn de Duitsers razend. Ze nemen 9 gijzelaars, van wie ze er 5, onder andere Jan Daalderop en deze N.A. Oostinga, directeur van het postkantoor in Tiel, fusilleren. Op kerstavond 1944. Aan hem, Oostinga, is deze plaquette na de oorlog dan ook gewijd. Soms heb je in Tiel van die leuke verrassingen. Ik liep laatst door de Weerstraat en de zon die scheen op een bepaalde manier langs deze gevel heen. Normaal kijk ik meestal naar boven toe, want daar is het meeste gave nog origineel bewaard aan zo'n gevel. Maar nu werd mijn oog naar beneden geleid en viel op een steen die helemaal beneden bij de straat zit en daar stond een naam op, namelijk van G.W.F. Berning, architect. Trouwe kijkers naar dit programma zullen zich misschien nog herinneren dat wij een paar jaar terug aandacht besteden aan een bouwstroming die de Amsterdamse school heet. En we lieten toen het mooiste pand zien uit Tiel, gebouwd in die trant van die Amsterdamse school, namelijk het pannenhuis aan de Prinses Beatrixlaan. We hebben toen ook aandacht besteed aan het werk van G.W.F. Berning. Onder andere panden aan de Veemarkt, Prinses Beatrixlaan in Tiel en op andere plekken. Een hele romantische figuur eigenlijk, want in de jaren 30 vertrok hij naar Rusland. Daar ging hij werken aan de bruggen over de rivier de Moskwa. Hij is ook bekend geworden door het Atelier voor Kunstnijverheid met de naam De Spanning, dat hij dreef aan de Kwelkade hier in Tiel. Nou kende ik behoorlijk wat panden van hem. Maar tijdens die wandeling door die Weerstraat, toen ontdekte ik dus deze verrassing. We zijn een klein eentje verder gelopen in de Weerstraat en houden halt bij een oude, gaaf bewaard gebleven winkelgevel. Als je nu aan iemand vraagt van waar woon je, dan zegt hij de straat en het huisnummer. En als je dan verder vraagt van ja, maar die wijk Passewaaij bijvoorbeeld is zo groot, kun je niet een buurt noemen. Dan zegt hij ik woon in buurt 7 of ik woon in de Vissenbuurt of in de Verzetstrijdersbuurt. Nou, die buurten of wijken, die waren vroeger ook belangrijk. Je woonde in de eerste plaats in een buurt of in een wijk. Die indeling in buurten of wijken was vroeger ook belangrijk. Al in de middeleeuwen bestonden ze. En zo'n indeling was er dus in Tiel ook. Op je huis stond gewoon het nummer. Je woonde in wijk B, zoals in dit geval, en het huisnummer was dan 47. En dat hoorde bij deze winkel van de firma Lazet. In 1930 heeft men dit systeem van wijkcijfers en nummers losgelaten en is overgegaan op het ons bekende systeem. Je woonde toen vooral eerst in een straat en in die straat had je huis een nummer. Dat vond men makkelijker. Bovendien waren er enkele straten die nog geen nummer hadden en nog geen naam hadden. Dus men heeft toen een heel nieuw systeem bedacht. Vooral met het oog op de aanstaande volkstelling rond 1930 vond men het van belang om een makkelijker systeem te hebben. En dat is het ons vertrouwde systeem toen geworden. We zijn naar de Waterstraat gelopen en wel naar het smalle stuk. De meeste mensen die kijken hier beneden naar het aanbod in de winkels. Maar kijk nou eens omhoog. Dan zie je daar een witte gevel staan. En op die gevel zitten 4 reliefs. Daar was vanaf 1967 de modewinkel en wel de herenafdeling van de modewinkel van Blijdenstein gehuisvest. Men heeft in datzelfde jaar heeft men die 4 reliefs laten maken door de kunstenaar Harry Meek.
Harry Meek was afkomstig uit Assen oorspronkelijk, kreeg zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en verhuisde in 1958 naar Apeldoorn, waar hij zijn vak ging uitoefenen, waar hij beelden ging maken, waar hij glas in lood ging maken, maar waar hij ook les ging geven op het Christelijk Lyceum aldaar. Deze Harry Meek heeft dus een opdracht van de firma Blijdenstein deze vier reliefs gemaakt. En als je goed kijkt, dan zie je het verbindende thema. Het verbindende thema is de tijd en de verandering die de tijd teweegbracht in het modebeeld en in het straatbeeld. Let eens op de kleding van de mensen. Kijk eens naar de vervoermiddelen. Kijk eens naar de achtergronden, hoe die veranderen. En je ziet het verglijden van de tijd. Dat verglijden van die tijd past ook heel mooi bij een firma als die van de firma van Blijdenstein. Oorspronkelijk was men afkomstig uit Duitsland, vestigde zich in 1833 in Ophemert en begon daar een zaak in modemanufacturen. Eerst werd er met een kar bij de boeren langs gegaan enzovoort. En uiteindelijk vestigde men zich in Tiel, waar de firma uitgroeide tot een landelijk bekende, toonaangevende modezaak. Een modehuis waar we in Tiel terecht trots op zijn. En dat verglijden van die tijd, dat vind je heel mooi terug in de reliefs hier in de Waterstraat. Kijk er eens naar als u boodschappen gaat doen en beneden kijkt. Wend dan de blik ook eens omhoog. En ja, let op dit fraaie tableau van de kunstenaar Harry Meek. We zijn inmiddels in de Amtmanstraat aangekomen. Als er nu ergens brand is, dan komt de brandweer. Met een paar auto's en die brengen zelf hun water mee. Maar hoe was dat vroeger? Water krijgen bij een brand, dat was een van de grootste problemen. Men moest dan meestal putten uit een stadsput of bij een stadspomp water halen. Of nog beter uit de stadsgracht, maar die was vaak ver weg. Hoe fijn was het ook voor de brandweer dat in 1890 er een watertoren gebouwd werd aan de Echtelse dijk. En dat men voortaan daar water kon betrekken. Het was een grote gebeurtenis voor Tiel. Men had een fontein gemaakt, onder andere op het plein. En daar spoot het water uit. En voor een dubbeltje per week kon je je abonneren en water in huis krijgen. De brandweer maakte daar ook dankbaar gebruik van. Immers, het was nu mogelijk om overal brandkranen te maken. Aansluitingen waar ze de slang konden aankoppelen. En dan hadden ze gewoon water dicht bij de brand. Dus op allerlei plaatsen in Tiel werden aansluitingen gemaakt. En die aansluitingen zijn bijna allemaal verdwenen. We hebben nu putjes in het plaveisel zitten. Maar hier in de Amtmanstraat, direct naast het gemeentehuis, is zo'n oude brandweeraansluiting bewaard gebleven. Hij functioneert niet meer, maar het is zo'n leuk detail uit de geschiedenis van Tiel. Hij zit wat verstopt achter de klimop. En ik zal nu even die klimop weghalen, zodat u hem allemaal goed kunt zien. Hij is gewoon van hardsteen en daar zit er een koperen koppelstuk aan waar je de slang kon aan vastmaken. En dan stond er druk op van de watertoren uit. En dan kon de brandweer zo dicht bij de brand effectief met water bestrijden. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, waarin we gezocht hebben naar de details in het Tielse straatbeeld. Natuurlijk zijn er nog veel meer leuke details te ontdekken. We hopen dat u dat zelf ook eens gaat doen en ontdekt hoe Tiel ook in details best een heel erg leuke stad is.